kunt kneden. En dat wordt vanzelf hard, dat moet je niet meer bakken. Je begint dan iets en je bouwt dat altijd op zoals dit. Zie je? Dat is in zelfvarende klei gemokte poot. En dan pak je een bol, een ismobol, en dat bekleedde met klei. En dan, deze wordt nou wel goed opgeschuurd, maar dit, dat zijn allemaal die plumpjes. Die worden allemaal één voor één gemaakt. En dan begin je van onder die op te bouwen en zo gaat het altijd maar hoger. En Sandra smokte dat nat en dan bouwde dat voort op. En dat is allemaal, moeten dan allemaal met zo'n spatelken de plumpjes tekenen en de ribbeltjes in tekenen. En zo wordt die nuil opgebouwd. Dat zijn de gezichtjes zelf. De banaan is een zelfvarende klei. Zie je, dat is allemaal in zelfvarende klei gemaakt. Dan wordt dat bewerkt met plush. De gezichtjes, de handjes, de voetjes zijn gemaakt. Voor de kwak was het nog wel contrast. En daarom heb ik dieren. En ik heb ook poppen. Ik heb hier een babytje gemaakt. In een oven kunnen dat bakken. Moest maar op een goede 100 graden gebakken worden. Ja, dat kasteel is ook zelf... Dat is ook zelf gemaakt en dan wordt dat gebruikt thuis als verlichting. En daar staat buiten. Die vogels hier, die staan ook buiten. Maar dan moeten we die wel behandelen, dat die tegen de regen kunnen. Omdat het contrast was, moesten we van elk zo wel een beetje poppen, dieren. En hoe leert je dan die verhoudingen van... Handen en gezichten. De handen moeten zo groot als van de kind tot aan het voorhoofd zijn. Dat zijn wel de eerste lessen die we volgen. Dat is niet zomaar, ik maak een ronde en ik steek er ogen in en ik zet een neus en een mond op. Het moet evenredig zijn, ja. Dat wel. In het begin kun je wel eens een beetje zeggen van oh, die handen zijn te groot of te klein. Maar, en dan zie je dat. Maar lekker als Dore die zwarte pop, ja, dat zijn de handen. Als je dat zo komt, komt dat tot aan het voorhoofd. Dat moet juist zijn. Dat moet juist zijn. Deze stond in mijn woonkamer, dat stond in mijn woonkamer en dat ook. En dan was ik buiten begonnen. En mijn broer had een keer eens zo'n dronkaard gevraagd. Ik had dat in een boekje staan en zei, kun je dat niet maken? En dan heb ik dat nog gemaakt. Van mijn vader een oud kostuum genomen. Want ook de kleren moeten we allemaal zelf maken. Ja, ja. En hoe noemt dat dan? Dat is geen beeldhouwen? Nee, poppen maken is zelfvarende klei, ja. 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 Want als je nu in gewone klei werkt, dan moet je een oven hebben, je moet het bakken. Als je dat nou zo kneedt en het wordt te droog, om de handjes of zo, dan moet het een beetje nat maken met een beetje water. En dan kun je dat weer terug langer bewerken. Maar als ik dat zo zou laten liggen, is dat morgen hard. Ja. Steenhard. Dus je moet dat dan inpakken in folie? Inpakken in folie of anders in een natte doek. Zo'n beer, dan pak je dat heel fijn. En dan laat je dat gewoon drogen, dan is dat stevig. Maar dan begin je de kuiten en de kniekjes op te bouwen. En dan laat je dat ook weer drogen. En dan begin je op dat been. En zo wordt dat opgebouwd. Ik volg nog altijd cursus in Kildrecht. En dat is elke donderdagavond. En dan doen we dan thuis nog een beetje. Maar als ik nu altijd thuis ga zijn... Daar kon ik er wel wat meer tijd in steken.